Die draaimolen, daar gaan we zo meteen, daar gaan we nog even mee draaien en dan afbreken. Dus ik heb er zin in. Zo mensen, dat was de laatste ronde. Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe vlog. Ik ben Mark en ik moet nog een beetje stil zijn, want het is 7 uur in de ochtend. Het is wel al licht, dat wel. Dat gaat binnenkort weer veranderen natuurlijk. Ik heb super veel zin in vandaag. Ik ga bijna precies hetzelfde doen als vorig jaar. Ik ga namelijk weer helpen met het afbreken van een andere attractie. En overrijden zit er niet echt in, maar het moet wel van het gras getrokken worden. Dus dat wordt gedaan met een trekker. Dus dat wordt super vet. Dat ga ik jullie allemaal laten zien in deze vlog. Ik heb er zin in. En dan gaan we nu eerst onderweg naar Heergewaard. Zoals jullie nu kunnen zien, we zijn hier aangekomen. Hier achter mij is het voetbalveld, want het is een besloten feest of zo. Die draaimolen, daar gaan we zo meteen, daar gaan we nog even mee draaien en dan afbreken. Dus ik heb er zin in. We zijn nu eventjes onderweg naar een kledingwinkel voor eventjes een jas en kijk wat ik hier onderweg tegenkom. In één keer eenden. Donald Duck. Dus we moeten nog eventjes een stukje om het station heen lopen hier. En dan even kijken of ik even gauw een jas kan scoren. Bingo. Oké, mensen, ik heb een outfit weten te scoren, een hoodie met een van de tekst erop. Ik vind het wel mooi, dus deze ga ik ook gewoon lekker houden en veel vaker misschien aantrekken binnenkort. Ik zie ook dat er een vlekje op de camera zit, het wordt even schoongemaakt binnenkort. En dan gaan we nu weer teruglopen, een minuutje of 5 duurt dat. En dan gaan we draaien als het goed is. Dit ziet er raar uit, mensen. Ook een heel andere kleur eromheen. En deze ziet er helemaal raar uit. Hele lange benen heb ik nu. Nou ja, en hierachter is nog schoenen en kop van Jut. Dat is allemaal best wel leuk. Misschien ga ik het later nog even doen. We hebben nu eventjes een pauze. Net is er weer een hele groep geweest van 2 uur lang of zo. En nu hebben we even 10 minuutjes pauze. Ik ga eventjes gewoon laten zien vanaf de molen wat er allemaal hier te doen is. Je hebt daar springkussens. Eigenlijk is het alleen maar met springkussens. Daar heb je een wipe-out, trampolines, nog meer springkussens en allemaal van die hindernisbanen. Hier heb je kop van Jut, dus dat slaan met zo'n hamer. Hier kan je sjoelen. Lijkt me ook wel een keertje leuk om te doen. Hier heb je, ik heb geen idee, daar heb je nog wel iets met zo'n stok. Dan mag je dat ijzer niet aanraken volgens mij. En daar nog wat lachspiegels. En hier heb je nog een of ander vangspel, geen idee wat het is. En daar heb je alle mensen lopen die hier net waren. En dat is mijn wc voor nu. Daar ga ik nu even heen. Dus mijn camera die laat ik heel even snel hier. Ik hoop dat het kan. Dan ga ik even gaan naar de wc. Oké, mensen. De laatste 2 uur gaan nu in. Ik heb geen zin in. Maar we maken er toch wel wat moois van. Zo mensen. Dat was de laatste ronde. En mijn taak is natuurlijk om deze dingetjes hier los te halen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dit is net zoals vorig jaar. Deze schroefjes moeten los. Deze. En daar moet ik bij een aantal doen, behalve die 2 en deze en de bus. Dus ondertussen wordt ook de aanhanger opgehaald waar dus de verlichting in moet. En de fronten en de palen en de rest wordt uiteindelijk ingeklapt. Zodat het hier zo op een kar gaat staan. Yes,
Oké, mensen, dit is nu hoe die erbij staat. Hij wordt nu zo meteen met een trekker of met zo'n heftruck wordt hij weggereden van dit veld, zodat ze hier weer kunnen spelen. Want dit is gewoon een heel voetbalveld, zoals jullie kunnen zien. Dus straks moet hij door dat kleine stukje hek daar. En dan ben ik benieuwd of dat gaat. En die aanhanger natuurlijk, die gaat eerst. Nu is het tijd om eerst de aanhanger weg te halen. Dat gaan jullie nu zien. En daarna de molen. Daar gaat hij hoor. De aanhanger met spullen. Oh, er wordt nog wat hier. Ik loop wel eventjes die kant op ook. Dan kan ik namelijk eventjes dichterbij filmen. Oh, dit gaat. Tuurlijk, anders heb je de rijbewijs niet. Eerst moet dat aan de kant. Dan kan deze weer langs. Gaat er maar net ook daar. Dat lukt in ieder geval. Dan is het nu dus tijd om de molen over deze rijplaat hier achter mij te rijden. Met dus de heftruck. Wow, ik ben op mijn plaat. De platen moeten namelijk recht gelegd worden, zodat de wielen gewoon daar overheen gaan, niet over het gras. Dus vandaar. Goed, hier staat hij nu. En dan is het nu tijd om eerst terug te gaan naar Heergewaard en daarna naar huis. Jullie kunnen het waarschijnlijk niet eens zien, maar daarachter, daar staat de aanhanger. Dit is op een andere kermis hier in Hensbroek, dat is vlakbij hier gewaard. En nu is het echt tijd om naar huis te gaan, dus we gaan nu eventjes een klein half uurtje rijden. En dan zie ik jullie wanneer we thuis zijn. Zo mensen, dit was deze vlog voor vandaag. Ik ben dus hier nu in mijn studio aangekomen. Ik ga nog eventjes bestanden overzetten van deze camera. En dan is het tijd om te gaan slapen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Vond het een super gave dag. En zometeen ga ik echt even mijn slaap inhalen. Ik heb maar 6 uur geslapen de afgelopen nacht. Dat is echt veel te weinig. Dus de volgende nacht maak ik er gewoon 12 uur van. In ieder geval, ik hoop dat jullie hebben genoten. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren hier beneden. Dat is gewoon gratis. Wil je twee andere video's zien? Klik naast mij op het anders. En hier kan je abonneren. En dan zie ik het woensdag om 4 uur bij een nieuwe video. Doei mensen!